Oké, goedemiddag iedereen. Hallo, ik ben Tom van de Talent Academy. En ik ben hier onze video en motion instructor. En ik ga vandaag jullie eventjes begeleiden in Premiere Pro. Wat gaan we doen? We gaan vandaag een keer kijken naar motion graphics templates. Dat is een heel handige manier om snel motion graphics toe te voegen aan video edits in Premiere Pro. We gaan ons vooral concentreren op de gratis versies daarvan. Daarmee kunnen we snel even zien wat er allemaal in zit, wat de verschillen tussen sommige van die templates zijn, hoe dat je die gemakkelijk kan gaan gebruiken. En ja, wat het voordeel eigenlijk is van zo'n template te gaan gebruiken. Je zal zien, dat kan vrij krachtig zijn. En dat kan uw workflow wel voor een heel stuk versnellen. Ik ga even mijn scherm delen. En dan gaan we een keer kijken hoe dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Jullie zien hier Premiere Pro openstaan bij mij. Ik heb hier een klein projectje opgezet waar een paar videoclips in een tijdlijn staan. Heel simpel, maar dat geeft ons een basis om op te kunnen werken. Dus wat gaan we eigenlijk doen? We willen nu graphics gaan toevoegen aan onze edit. Dus we willen daar gewoon ja, een laag gaan bovenleggen, zodanig dat we die graphics te zien krijgen in onze video edit. Nu, de gemakkelijkste manier om daaraan te starten, dat doen we in ons graphics workspace. We hebben hier bovenaan een aantal workspaces staan, die standaard geïnstalleerd zijn bij Premiere Pro. En we gaan beginnen met naar graphics te gaan en dan gaat onze layout hier veranderen. En dan zien we hier opzij, heel belangrijk, ons Essential Graphics paneel. Moest het nu zijn dat je om een of andere reden het Essential Graphics paneel niet vindt, dan kan je altijd hier bij Window Essential Graphics en dan ga je dat paneel direct terugvinden. Dit paneel laat ons eigenlijk toe om op een heel gemakkelijke manier te gaan werken met templates en motion graphics binnen Premiere Pro. Ik heb vooral gezegd dat we met onze gratis templates van Adobe Stock gaan werken. Dat kan heel handig zijn. Er zitten al redelijk wat templates in. De ene al wat beter dan de andere, maar er zitten zeer bruikbare dingen bij. Je ziet hier Browse. Dus hier kunnen we eigenlijk gaan browsen in verschillende templates. Nu, automatisch kom je terecht in My Templates. Daar gaan templates in staan die je eerder al gebruikt hebt, zaken die je geïnstalleerd hebt op je systeem, of die in libraries zitten. Daar kom ik straks ook wel nog even op terug. Maar we gaan beginnen met een keer te kijken hoe dat we eigenlijk daarmee starten en hoe dat we onze eerste template daar kunnen gaan inzetten. We zien hiernaast My Templates ook een Adobe Stock tapje staan. Daar gaan we een keer op klikken. En dan zien we dat we hier al een hele reeks aan motion graphics templates krijgen. Het is belangrijk, niet alle motion graphic templates die op Adobe Stock staan, zijn gratis. Er zijn premiums en er zijn frees, dus gratis templates. Nu, we hebben hier wel een handig checkboxje. Als we dat een keer aanvinken, dan krijgen we enkel nog de gratis templates te zien. Nu, je kan hier eigenlijk alle templates zien die je kan gratis gebruiken. Nu, dat zijn allemaal previews. Je hebt hier onderaan een slidertje staan waarmee je kan vergroten of verkleinen. En je kan hier ook naar de volgende pagina's gaan om meer templates te gaan bekijken. Nu, dat is één van de manieren hoe dat je die templates terugvindt. Ik ga straks nog via de website van Adobe Stock ook eens laten zien. Kan soms handiger zijn dan hier in dit paneel. Een beetje een voorkeur van uzelf. Je kan hier ook de preview zien van die templates. Want wat zit er nu in die templates? Dat kan titelanimatie zijn, dat kunnen meer grafische elementen zijn, transities zijn. Kan een beetje van alles zijn.
Dus als je zo een template wilt bekijken, dan als die ooit al eens geladen is, dan kan je er gewoon over hoveren. En dan kan je daar doorlopen om te zien wat er allemaal in zit. Heb je die bijvoorbeeld nog niet gepreviewd, dan moet je er eens op klikken. En even wachten, en dan kan je ook die gaan previewen. De ene al wat vlotter dan de andere. Dit lijkt mij eerder een transitie. Het staat er ook onder. Dus zo kan je eigenlijk je templates gaan ontdekken. Laat ons nu ook een keer gaan naar de website van Adobe Stock en even kijken hoe dat we daar kunnen gaan zoeken achter onze templates. Dus ik ga even switchen naar de website van Adobe Stock. Dit is gewoon de homescreen van Adobe Stock. En waar vind je nu die motion graphics templates? Die vind je eigenlijk het gemakkelijkst op twee plaatsen. Oftewel ga je naar video's. En dan heb je hier schablonen voor motion graphics. Of hier. Dat is twee keer hetzelfde. Of je gaat naar schablonen. En dan heb je hier ook schablonen voor motion graphics. Als we daarop klikken. Dan komen we terecht in het volledige overzicht waar dat we kunnen gaan zoeken naar motion graphics templates. Nu, ook hier kom je eerst standaard terecht op de volledige catalogus, waar zowel de premiums als de gratis motion graphics templates in zitten. Je zal zien, deze zijn allemaal premium. Als je daarop klikt. Dan zie je hier ook de prijs staan van een premium. Nu, ik heb ze allemaal al zien staan aan 19,99, dus ik vermoed dat de volledige catalogus die prijs heeft. Maar het kan natuurlijk zijn dat er een keer een graphic een aparte prijs heeft. Nu, als je echt enkel de gratis wilt bekijken, dan moet je hier bij filters gaan. Dus ik kan dat hier ook klikken. En dan zien we bij prijs standaard inhoud en premium. Nu, dat kan soms een beetje verwarrend zijn. Hey, we hebben gezien in Premiere Pro, daar was het een free optie. Hier staat er standaard inhoud. En als je die aanklikt, dan ga je hier overal gratis zien bijstaan. Dus de standaard inhoud is gratis voor wat betreft motion graphics templates. Het kan soms wat verwarrend zijn, want bij andere categorieën zoals illustraties en foto's is standaard inhoud hetgeen inbegrepen zit in een Adobe Stock abonnement en niet per se gratis. Dus dat is een beetje verwarrend, maar in dit geval voor motion graphics templates zou dit allemaal gratis te gebruiken moeten zijn. Het staat er altijd bij als het gratis is. Oké, dus hier in Adobe Stock kunnen we ook gaan hoveren over de verschillende templates en dan ga je ook een preview krijgen die afgespeeld wordt. En zo kan je gaan zoeken. Je kan uiteraard ook hier zoeken op specifieke zaken. Laat ons een keer eentje aanklikken. Misschien hier bovenaan eentje kiezen. Ik ga deze aanklikken. Als je die openklikt, dan krijg je nog wat extra informatie te zien. Hier zie je bijvoorbeeld ook staan hoe lang het duurt, wat type bestand dat is. Dat zal meestal een MOGRT zijn, wat staat voor Motion Graphics Template. En hier staat ook in te gebruiken met. Nu, we gaan vandaag vooral met Premiere Pro werken, maar in Premiere Rush bestaan er ook graphics templates. Nu, niet alle templates gaan ook werken in Premiere Rush. In Premiere Pro wel, maar niet altijd in Premiere Rush. Nu, ik ga straks nog laten zien wat het verschil is tussen de twee. Dan gaat dat wel opvallen. Maar dat kan. Nu, stel ik wil deze template gebruiken, dan kan ik hier de gratis licentie aanvragen. Als ik dat doe, dan gaat die licensen. En dan gaat hij die waarschijnlijk willen downloaden. Oké. Dus nu heb ik die gewoon gedownload. Wat ik ook kan doen in plaats van die te downloaden, is die opslaan in een bibliotheek.
Als je graag met libraries werkt, dat kan wel een versnelling zijn voor je workflow. Kan je ook zeggen opslaan in bibliotheek. Ik ga hier even beheren, dan kan ik een andere kiezen, want ik heb hier webinar. Dus hier een nieuwe bibliotheek, oké. En dan zit die in een bibliotheek, waar dat we die straks ook kunnen gaan uithalen, eventueel. Goed, dus hier kan je gaan zoeken. Je hebt hier ook bij de filters nog een aantal onderdelen waarbij je gemakkelijk kan zoeken. Stel dat je transities zoekt, dan ga je hier naar overgangen. En dan krijg je enkel nog overgangen te zien, waarbij dat je kan blijven kijken en alles licenties aanvragen voor wat je maar wil. Stel van, ik wil eigenlijk infographics gaan toevoegen. Dan klikken we hier infographics aan en dan zal je zien dat je hier verschillende infographics krijgt. Goed. Ik ga nu even teruggaan naar Premiere Pro en we gaan vandaar weer verder werken. Want we hebben nu gezien hoe dat we al die zaken kunnen gaan previewen, hoe dat we ze kunnen licensen. Misschien nog even meegeven, als je hier een license wilt aanvragen, kan je rechtsklikken op de thumbnail en license en download. Of je klikt hier op het download-icoontje, dan kan je die ook licensen en downloaden. Natuurlijk, die gaan bekijken en downloaden is één ding, maar dan moeten we ze natuurlijk ook nog gaan gebruiken. Eerst en vooral, je kan hier vanuit het Essential Graphics paneel gemakkelijk die zaken gewoon slepen in je project. Stel, ik wil hier deze van die barbecue gaan gebruiken. Dan kan ik die eigenlijk gewoon slepen in mijn tijdlijn. En dan gaat hij die beginnen laden. Dat kan soms even duren, afhankelijk van de template. En de preview laat soms even op zich wachten. Voilà, daar is hij. Ik ga mijn kwaliteit nog wel laten zakken. Nu, afhankelijk van de zwaarte van de template kan het iets langer of iets korter duren. Maar je ziet, die template is hier nu toegevoegd bovenop mijn edit. Dus het is zo simpel van hier de template te kiezen, te slepen in je tijdlijn en voilà, die is toegevoegd. En dan kan je die gaan previewen, gebruiken. Nu, die zaken zijn uiteraard aanpasbaar. Hè? Vandaar een template, die willen we nog kunnen aanpassen. Dus als je klikt op die graphic, dat is eigenlijk een soort van graphic, dan gaan we hier in het Essential Graphics paneel in het Edit-knopje terechtkomen. Je gaat zien dat er verschillende soorten van controls gaan bestaan. Het is een beetje afhankelijk van template tot template. Ik zie aan deze indeling al dat deze template vervaardigd is in After Effects. Moet je daarvoor After Effects kunnen? Nee, dat is niet nodig. Je kan die gewoon gaan gebruiken en hier de controls gaan aanpassen. Het kan ook zijn dat je, ik ga een keer een andere zoeken, ik denk dat deze met Premiere zelf gemaakt is. Ik ga die even toevoegen. Terug hetzelfde. Het duurt eventjes voor die te laden. En dat kan soms iets langer duren. Voilà, daar is hij. Oh. En nee, hij is ook gemaakt in After Effects, dus ik ga naar een ietsje simpeler moeten zoeken. Even kijken. Ook als je op het i'tje duwt, kan je trouwens ook meer informatie gaan bekijken. Oké, ik ga deze een keer proberen. Even toevoegen. En het is ook een After Effects templateje. Nu, hoe kan je dat zien? De
roze kleur is al een indicatie dat het in After Effects gemaakt is. Ik ga blijven toevoegen tot ik eentje vind. Ah, deze zal in Premiere gemaakt zijn. Kijk. Je ziet hier het kleurverschil tussen de soorten van motion graphics templates. En als ik hier deze open en ik kom in het edit-tabje terecht, dan ga je zien dat je hier een totaal andere interface krijgt. Nu, dat is eigenlijk de interface die je krijgt als je zelf een graphic zou maken met bijvoorbeeld de tekentools. Hier even een nieuwe neem en ik neem hier een tekst. En ik maak hier een nieuwe tekst. Dan zie je dat je eigenlijk dezelfde kleur krijgt. Dus dit en dit zijn heel vergelijkbaar. Als ik hier kies, dan zie je dat dat dezelfde interface is. Dus dat laat ons toe, ik ga deze even verwijderen, om te zeggen, deze is gemaakt met Premiere Pro en deze zijn gemaakt in After Effects. Je ziet het verschil in layout van de motion graphics template. Goed. Hoe kunnen we dat nu aanpassen? Want de bedoeling is wel nog altijd dat we die zaken aanpassen. Weer terug naar die eerste gaan. Dat lijkt mij een iets uitgebreidere. We hebben hier allemaal verschillende onderdelen. En die onderdelen zijn afhankelijk, vooral als het gaat over deze After Effects gemaakte motion graphics template, zijn afhankelijk van de motion designer die de template gemaakt heeft. De controls die hierin staan, worden eigenlijk door die motion designer bepaald. Dat wil zeggen dat je hier eigenlijk, bijvoorbeeld hier staat global controls. Dus hier kunnen we eigenlijk met die slider gaan kiezen tussen verschillende versies. Dat is ingesteld door de designer die dit gemaakt heeft. Er zitten dus blijkbaar twee versies in. Door die slider aan te passen, kunnen we van de ene versie naar de andere gaan. Dus nu ga je, als je er nu doorscrapt, krijg je eigenlijk een andere versie te zien. Het kan soms even duren wanneer alles geladen is, maar voilà. De global size heeft te maken met dat je dit ook nog kan vergroten. Als je bijvoorbeeld in 4K zou werken, dan kan je dit op 200% zetten. En dan kan je die op 4K ook gebruiken. We zijn nu in een HD-formaatje bezig. Je hebt hier ook een global position. Dat wil gewoon zeggen dat je eigenlijk de positie van je volledige motion graphics templates hier kan aanpassen. Even ondoen. Dus dat zijn global controls. We zien hier ook text controls, want uiteraard willen we ook de tekst kunnen aanpassen van die zaken. Dus hier main title. Hier even barbecue ingeeft, dat zal je zien. Dat die titel wordt aangepast. We hebben hier ook de mogelijkheid om eventueel nog een ander lettertype te kiezen. Dus als ik hier even een ander lettertype insteek, dan zal je zien dat dat geüpdate wordt. En dat is een beetje afhankelijk of dat de designer jou toelaat om dit aan te passen of niet. Je ziet hier, je hebt hier een line 1 en een line 2, dus ook die subtitle heeft zijn eigen onderverdeling en ook hier zien we diezelfde controls terugkomen. Er staat ook nog een keer een position in. Dus dat zijn allemaal zaken die de designer besloten heeft van oké, dat zijn dingen die moeten kunnen aangepast worden. We zien de animaties blijven overal in zitten, ook al heb je dat aangepast. Kleurcontroles zitten erin, dus als je liever een ander kleurtje wil gaan gebruiken, voilà, kan je die gaan gebruiken. We hebben hier nog wat style controls ook, dat is nog een kleurenpalet in dit geval. Dus als je eigenlijk het volledige kleurenpalet van deze template wil aanpassen, dan kan je dat gerust gaan doen. Hier even groen zit, dan zien we hier een klein beetje terug. Hier zit een groen nu in. Als we die barbecue willen aanpassen, dat lijkt me die kleur 3 te zijn. Dan misschien willen we die wat donkerder maken. Voilà, alles wordt aangepast.
En dat is een heel gemakkelijke manier om steeds dezelfde templates te gaan gebruiken en aan te passen naar de nood van het moment. Nu, dit was zo een After Effects template. Dan zullen we ook een keer kijken naar zo'n Premiere Pro template. Deze is iets eenvoudiger opgebouwd. En wat zien we hier? We hebben hier bij Edit eigenlijk een soort van lagenpaneeltje staan. We hebben eentje met tekst en eentje met outline. Dat is dit kadertje. En die kunnen we nu ook gaan aanpassen. Dus als ik zeg, wil de tekst aanpassen, dan kan je hier eigenlijk gewoon met de teksttool hier free. En dan kan je eventueel daar mee gaan spelen. Dus we kunnen onze tekstgrootte hier aanpassen. Dit zijn allemaal standaard controls in Premiere Pro. We zien hier positie staan van het volledige object. Dat is anchor point, scale, rotation. Dus al die zaken kan je nog gaan aanpassen als je dat zou willen. Hier zat ook wel al wat animatie in. Dus ik kan dat ook even gewoon afspelen. Met een soort flikker animatie. Oké. Dus al die zaken kan je gaan aanpassen. Als je zegt, die outline wil ik nog een beetje aanpassen. Die staat hier niet zo mooi in. Dan kan je ook hier aanpassingen gaan doen. Bijvoorbeeld, wil je wat scalen. Eventueel een beetje verplaatsen. Zo. Wil daar de kleur bijvoorbeeld van aanpassen. Dus niet rood kiezen. Voilà. Dan heeft hij nu die kleur gekregen. Dus je ziet dat je die zaken heel snel kan aanpassen. Wat is er nu belangrijk? Ik heb daar straks even over Premiere Rush gesproken ook. Deze templates die in Premiere gemaakt zijn, kan je ook in Premiere Rush gebruiken. De templates die in After Effects gemaakt zijn, kan je daar niet gebruiken. Dus dat is iets dat in Premiere Rush nog niet zit, maar in Premiere Pro is dat geen probleem. Wel een side note daarbij is dat voor sommige van die motion graphics templates die in After Effects gemaakt zijn, het programma After Effects ook wel moet geïnstalleerd zijn op je systeem om die te kunnen gaan gebruiken. Niet voor allemaal, maar voor sommige effecten hebben we de render engine nodig van After Effects. Maar je zal altijd wel een melding krijgen indien dat het geval zal zijn en het programma is niet geïnstalleerd. Laten we nog een keer eentje bekijken om te zien wat we daar konden aanpassen. We hebben hier gezien, dit was vrij aanpasbaar, maar op zich viel dit nog redelijk goed mee qua controls. Om te zien wat we hier hebben. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld al vier onderdelen. Ik zeg het, dat zijn de zaken die door de motion designer eigenlijk vastgelegd zijn. Nu, ik zie hier al die global controls, een klein beetje een bug in mijn systeem, blijkbaar. Een keer uitgaan, terug ingaan. Oké, die doet het niet zoals ik zou willen. Die doet het een beetje moeilijk. Oké, laten we dan eens kijken of het de volgende ook zo moeilijk doet. Deze doet precies iets normaler. Nee. Even mijn paneel sluiten en terug openen. Misschien dat het zal fixen. Ja, oké, we kunnen terug verder. Dan zal ik even terug naar deze gaan. Alright. Soms zit er een keer een bugje in het systeem. Dat kan gebeuren. Oké, dus hier bij deze template laten we een keer zien wat we mee kunnen. Hier hebben we terug global controls. Dus de designer heeft hier een positie en een size ingestoken, zodat we terug met die size kunnen gaan spelen.
het terug op 100 zetten en dat we ook met de positie kunnen spelen van die template. Moest het zijn dat die positie niet is wat je zou willen. Verder hebben we hier ook weer text controls. En daarin zit een title, dat zal deze zijn. Dus title, ja, inderdaad. Dus. Voilà, die wordt direct geüpdate. We zien hier ook dat we terug het font kunnen aanpassen. Nu, dat kan soms zijn dat je het font niet kan aanpassen. Bijvoorbeeld als een motion designer een template gemaakt heeft in jouw specifieke huisstijl, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat hij dit niet aanpasbaar maakt, omdat je dan zeker het juiste font zou kiezen. Maar je kan hier dus in dit geval wel kiezen om deze aan te passen. De font size zit hier ook in, dus je kan hier groter of kleiner gaan maken. De kleur eventueel aanpassen. Laten we hier een kleurtje nemen. Voilà, dan zien we dat hier kleur in terecht komt. En uiteraard, we hebben onze title, dus we hebben ook onze subtitle. En dat is in dit geval dit tekstje. Dus, dan wordt dit hier ingevuld. Ook hier heb je weer die controls, dus ik hier terug een ander font kies, dan gaat dit weer aangepast worden, eventueel misschien wat vergroten. En zo kan je die zaken blijven aanpassen. Ook hier kan je weer kleurtje gaan kiezen. Eventueel hetzelfde kleur kiezen dan de tekst. Oké, voilà. Dan wordt dit geüpdate. En we hebben hier ook nog een lijn. Ik ga deze even dichtklikken. We hebben hier nog een lijn zitten ook. Die kan je ook gaan aanpassen met de controls die hier gegeven worden. De lengte van die lijn kan je eventueel aanpassen. De hoogte ervan. De positie. Ah, de positie is van het volledige tekstoppervlak. Die zit hier buiten, dus je kan hier zelf nog wel mee gaan spelen, blijkbaar. Dus je ziet dat daar heel wat verschillende zaken kan gaan aanpassen. En ondertussen zie ik er een vraag van Michael of dat je die kan opslaan als je dit allemaal zou aangepast hebben. Nu, jammer genoeg is dit niet mogelijk voor de After Effects templates. Dus je gaat hier zien dat je zaken normaal kan exporteren als een motion graphics template, maar dit gaat niet voor After Effects templates. Dat is een beetje jammer, dus die zal je altijd opnieuw moeten aanpassen hier of vragen aan de motion designer die de template gemaakt heeft om die aanpassingen in After Effects te doen en dan kan je terug een nieuwe motion graphics template gaan inladen. Als je nu van deze template dit wil opslaan, dit zou normaal wel moeten gaan. Als ik hier ga naar Export as Motion Graphics Template, en dan kan ik die aanpassingen dus wel gaan exporteren als een nieuwe template. Ik zie nog een vervolgvraag van Michael ook, waarbij hij vraagt of we die kunnen copy-pasten tussen projecten. Dat is normaal wel mogelijk. Dus laten we dat eens proberen. Ik zal hier deze even dupliceren. Waar staat mijn duplicate hier? Ik ga deze even openen. Ik zal hier even alles verwijderen. En dan gaan we zien of we dat kunnen kopiëren. Command-C en plakken. Command-V. En inderdaad, nu kunnen we een verkeerde lijn geplakt. Dat is niet zo erg. Onze aanpassingen zijn dus wel mee gekopieerd.
Dus inderdaad, je kan ook verschillende projecten openzetten in Premiere Pro. Dus dan kan je eventueel wel tussen verschillende projecten gaan kopiëren en plakken als je die aanpassingen niet telkens opnieuw zou willen maken. Goed. Dan gaan we er nog een keer een paar uit vissen. Deze zitten een paar verschillende stijlen in. Dus hier kan je dus een andere stijl gaan kiezen, normaal gezien. Alhoewel dat niet zoveel doet. Oké, dat doet blijkbaar niet zoveel. Soms moet je ook eens proberen en zien wat het geeft. Bijvoorbeeld, hier hebben we een message bubble. Misschien moeten we even kijken. Wat zou het deel zijn? Uiteraard, dat is hier dit stukje. Daar kunnen we wat aanpassingen gaan doen. Als er bijvoorbeeld iemand in het scherm loopt of er is een gsm zichtbaar, kun je dat pijltje daar naartoe gaan richten. Kunnen we dat flippen. We kunnen die positie een beetje aanpassen. Dus je ziet dat je daar allemaal wel wat mee kan gaan spelen. Terug, dit is afhankelijk van de persoon die de template gemaakt heeft. Ik ga deze allemaal een keer verwijderen en we gaan nog een keer kijken naar een ietsje andere template. Want ik heb daar straks gezegd dat we dus bij Adobe Stock kunnen gaan kiezen hier voor free. We kunnen hier ook zoeken. Bijvoorbeeld als we zeggen we willen eigenlijk een transition. Dan zoeken we naar transitions en dan krijgen we hier alle mogelijke transities die gratis te gebruiken zijn. Laat ons bijvoorbeeld eens deze nemen. Lijkt me nog wel een leuke. Dus dan slepen we die in ons project. En dan moeten we misschien een beetje gaan inzoomen. En even gaan positioneren. Dus ik ga even kijken. Dat ziet er al goed uit. Voilà, we hebben hier een leuke transitie gekregen. Kleurenschema past misschien niet 100% bij de beelden, maar geen nood, deze transitie heeft als controls verschillende kleuren staan. Dus al deze kleuren kan je hier gaan aanpassen naar een schema dat je zelf zou willen. Als ik hier een kleur aanpas, dan zie je die hier direct geüpdate worden. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen dat kleur, maar ietsje lichter. Oké. Deze kleur nog ietsje lichter maken. Voilà, zo kan je heel snel het kleurenpalet van die transitie gaan aanpassen. Dus dat is een heel eenvoudige manier om van die transities te gaan zoeken en aan te passen. Ook heel leuk om te doen. Laten we nog een keer naar iets anders kijken, naar iets heel specifiek. En dat is bijvoorbeeld als we infographics willen gaan gebruiken of we willen een grafiek gaan weergeven, daar zitten er ook wel een paar gratis in. Een graph zoeken. Er zijn niet zoveel in de gratis, maar ze zitten er wel in. En ik ga deze data-driven bar graph een keer toevoegen. Je zal zien, dat is al een iets uitgebreider motion graphics template, die een volledige animatie van een grafiek gaat geven. En als we hier gaan kijken bij Edit, dan zien we hier dat we heel wat meer controls hebben. Dus dat kan echt heel uitgebreid worden, die graphics. Je ziet hier ook Drop spreadsheet here or Edit spreadsheet data. Dus deze is eigenlijk gebaseerd op een CSV datasheet, dus die je eventueel ook met Excel kan maken.
En je kan die hier aanpassen. Dus hier wordt alle data eigenlijk in een soort van datasheet gegoten. Dus het is mogelijk om hier eigenlijk alles te gaan aanpassen. Je kan hier zeggen ook browse en dan kan je gaan browsen naar eventueel een andere datasheet met de juiste extensie. Ik heb deze niet staan, maar ik kan ze ook hier gewoon aanpassen. Dus ik kan hier bijvoorbeeld gaan zeggen, ik kan die categorieën aanpassen, ik kan hier de getallen aanpassen. Je ziet ook hier dat de waarde meteen aangepast wordt. En zelfs hier het getal aangepast wordt. Dus op die manier kun je zaken gaan aanpassen. We hebben hier ook een color picker. Nu, je gaat zien dat hier nog niet veel aan gebeurt. Kijk, dat deed niet op. Maar we zullen zien hoe dat komt. Hier het aantal rows kunnen we hier ook aanpassen. Dus als je meer of minder rows nodig hebt. Maar in dit geval zal 12 het maximum zijn. Maar je kan bijvoorbeeld maar 4 categorieën hebben. Kan je dit gaan aanpassen. Okay. En dan kan je verder gaan kijken. Wat zit daar nu allemaal in? De minimum value van die. Of de maximum value. Kan je hoger zetten zodat de. Balkjes verder kunnen lopen of minder ver kunnen lopen. Als je zegt van ik wil ze hier tot einde krijgen, maar dit is mijn maximum, dan kan je dit maximum een beetje lager gaan zetten. De grootte staat hierin, dus je kan die gaan scalen. Misschien willen ze iets kleiner of iets groter. Positie. Natuurlijk vooral de Y-positie zal hier belangrijk zijn. Dus je kan daar allemaal mee gaan spelen. Ik zie hier ook bar controls, die gaan nog wat meer controle geven over die zaken. Dus de bar length, dus daarmee kan je die een beetje korter maken of wat langer maken. De width, dit kan die breder of minder breed, misschien meer spacing gaan geven. Voilà. En op die manier kan je dat eigenlijk volledig customizen naar je eigen noden. Nu, hier zie je bar gradient. Dus we hebben daar straks hier gezien dat we hier een kleur konden toewijzen. Die deed niets. Maar dat is omdat deze bar gradient daar eigenlijk een override op doet. Als we dit uitzetten, dan ga je zien dat die eigenlijk de kleur krijgt die in onze spreadsheet gegeven wordt. Ook hier. En dus natuurlijk nog aanpassen. Oké, voilà. Dit en zo kan je kleuren gaan aanduiden. Nu, er stond ook een note bij die dat een beetje uitlegt. Dus notities kunnen daaraan toegevoegd worden om het iets gemakkelijker te maken. Dan die tekst is dat prefix en suffix. Dus hier, dit is nu over calorieën die verbruikt worden, maar misschien ben je bezig met een kilometergrafiek bijvoorbeeld. Dan kan je hier in plaats van cal kilometer ingeven en dan zal dit allemaal aangepast worden. Dus die verschillende soorten grafieken kunnen wel redelijk wat verschillende mogelijkheden hebben. Dit is echt al een heel uitgebreide. Background controls bijvoorbeeld. Misschien wil je de opacity van die background een beetje aanpassen, zodat je beelden er nog tussen ziet. Kan je dat hier doen. Kleuren gaan aanpassen, noem maar op. De titel is uiteraard ook aanpasbaar. Deze even aanpas. Voilà, die wordt direct aangepast. Ook weer tekst aanpassen, kleur aanpassen, noem maar op. Dus op die manier kan je echt heel wat zaken heel snel gaan toevoegen. Nu, het gebruiken van deze Motion Graphics Templates is één ding. Natuurlijk, deze gratis zijn soms heel handig, zoals deze, die is bijvoorbeeld wel heel bruikbaar. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen ook templates nodig hebben met hun eigen branding. En we hebben binnenkort trouwens ook een webinar waarbij we dit zelf gaan maken in After Effects. Nu, niet zo uitgebreid als deze
bar graph, maar een basis template waarbij dat je een titel of een SVO of gelijk zo'n dingen kan gaan maken, waarbij dat je eigenlijk je eigen template kan gaan ontwikkelen op een vrij eenvoudige manier. En dan zien we hoe dat we deze zaken kunnen maken. Dus dat is zeker een aanrader voor ook eens te komen volgen. En het laatste dat ik zeker nog wil meegeven is, we hebben er straks eentje gedownload via de website. Die is hier in mijn downloads terechtgekomen, die .mogwart file, de Motion Graphics Template file. Als ik die nu wil gebruiken, hoe kan ik dat doen? Wel, als ik hier bij Browse en My Templates ga, dan zie ik hier rechts onderaan een icoontje staan en dat is eigenlijk om een nieuwe te installeren. Als ik daarop klik, kan ik naar mijn downloads gaan, Mogwart file. En dan komt die hierin terecht in mijn templates. Dan kan je even local templates folder. En ik weet nu niet meer exact welke dat was. Dan moet ik natuurlijk ook de naam kunnen weergeven. Recent, voilà. Deze was het. En dan kan ik die ook gaan toevoegen. Voilà. En gaan aanpassen zonder probleem. Ik had ook gezegd dat we konden werken vanuit onze libraries. Dus als je libraries hebt, kan ik kijken. Ik heb er hier eentje staan normaal met verschillende, dacht ik. Of kan ik zeggen, all libraries. Ja, dat was deze die ik daar straks had toegevoegd. Het is nu toevallig dezelfde. Dan kan je die ook vanuit je libraries eigenlijk gaan binnenbrengen. Dus vanuit je libraries of vanuit het Essential Graphics paneel. Ook hier vind je libraries terug. Dus alles wat in libraries zit, ga je hier ook terugvinden. En uiteraard, een keer dat je dit exporteert als video, dan komt dit gewoon in je beeld terecht. En op die manier kan je dus heel gemakkelijk verschillende motion graphics templates gaan gebruiken. Oké, dus dit is eigenlijk een beetje de korte uitleg van hoe dat je die gratische templates kan gebruiken. Het is zeker de moeite om daar eens door te gaan, een keer goed te kijken wat zit er in die verschillende templates. Elke template heeft zijn eigen specifieke aanpassingen. Het is zeker de moeite om te gebruiken. Het kan je workflow versnellen. Als je daar verder wil ingaan, dan raad ik zeker ook aan om naar onze volgende webinar, onze volgende betalende webinar wel, eens te kijken. Trouwens, na deze webinar komt er een kleine enquête naar hoe tevreden je was over deze webinar. En daarna komt er een pagina waar je al kan inschrijven voor de volgende. En er staat ook een kortingscode bij. Dus kijk daar zeker eens naar. Voor de rest, ik hoop dat dit heel interessant was voor jullie. En ik hoop dat jullie daar iets mee kunnen gaan doen. En als er nog vragen zijn, mogen jullie die ook zeker nog stellen. Dan hebben we daar nog wel even tijd voor. En ik zou zeggen, probeer het zeker eens uit. Het is zeker de moeite om dit te gaan gebruiken. Het is een heel snelle manier om die zaken in uw workflow te steken. Ik zie hier niet direct vragen verschijnen. Misschien heeft Michael zelf nog een vraagje. Oké, als er geen vragen meer zijn, dan
hoop ik jullie binnenkort nog eens terug te zien. En dan sluiten we hier het webinar af voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Graag gedaan, Vanessa.